Weet je, ik ga ervoor zorgen dat ik altijd een uur van tevoren eerder ben dan de gekolde tijd. Dus vragen ze me om 6 uur ben ik er om 5 uur. Vragen ze me om 7 uur ben ik om 6 uur. Altijd. Dus dat nooit aan mij ligt. Op heel veel scholen gaat het altijd om wat je niet kan. Het is ook heel erg cognitief. Het gaat om taal, rekenen. Ja. En ik draaide het om. Bij mij ging het juist om wat, wat je wel kan. Dus hij zegt: vergis je niet, je hebt een verantwoordelijkheid. En hij keek me zo aan als een soort grote broer. Je, 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 bent, je bent de verhalenverteller. Net zoals een kok verantwoordelijkheid heeft, weet je wel, voor zijn gasten heb jij dat ook als acteur. Nou. Dus dat is heel belangrijk dat is me altijd bijgemaakt. Yes, 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 lieve kijkers en luisteraars. Welkom wel weer in een nieuwe aflevering van de Van Niets naar Iets podcast. De podcast waarin ik in gesprek ga met succesvolle ondernemers die een multiculturele achtergrond hebben. Vandaag hebben we een hele speciale gast in de studio zitten en zijn naam is uh, Mohamed Shara. Mohamed, welkom. Dankjewel. Ik ga je even kort introduceren. Ik denk dat de meeste mensen je wel kennen. Ik zal er iets aan toevoegen aan die introductie en dan gaan we daarna lekker in gesprek. Yes? Check. Mohamed is bekend van, uh, van verschillende kaskrakers. Hij begon ooit op zijn achttiende uh, bij Goudkust met, met acteren. Dat is ongeveer twintig jaar geleden. was hij een van de eerste acteurs met een multiculturele achtergrond. die bij zo'n grote productie uh, binnenkwam. Dat is een echte pionier. Later is hij uh, nog bekender geworden van kas met kaskrakers. zoals uh, Snutshell Paradijs, Shuf Shuf Habibi, de film, de serie. heeft meerdere seizoenen van gemaakt. En op een gegeven moment uh, ja, is het eigenlijk wel een beetje stilgevallen... Uh, in de zin van het acteerwerk uh, heeft een lange periode tussen gezeten. Daarom denk ik dat het ook interessant is dat we in deze podcast eens gaan kijken... van oké, okay, wie is Mohamed Shara nou echt, weet je, wat heeft hij in al die tijd gedaan? Hij is veel bezig geweest met jongeren, met onder andere het initiatief Nieuw Paspoort. Hij probeert op die manier jongeren die op school, op basisschool, bezig zijn met bepaalde dingen... Te koppelen aan de praktijk, zodat ze een breder beeld hebben van wat er in de wereld gebruikt ge ge gebeurt, bedoel ik. Dus dat is top. Verder heeft hij sinds kort, sinds twee weken een hele vette mooie film uh, gemaakt, Scoto. Die is na twee weken ook uh, goud gegaan. Um vette combinatie van humor en goed acteerwerk. Heeft hij helemaal zelf geregistreerd. Samen met Sinan en uh, nog een regisseur, dus helemaal zelf gemaakt. Eigen budget. Uh, heel vet geworden. Nou, hoe dit allemaal is ontstaan, wat er allemaal is gebeurd, ga je helemaal horen in deze aflevering. Dus ik denk dat het tijd wordt dat we eens gaan uh, luisteren naar het verhaal van uh, Mohammed. Mo, welkom Dank in de studio. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Fijn dat je de uitzondering hebt mo, gemaakt mo. om hier je verhaal te doen. Ik weet dat jij uh, niet van de podcast en zo bent. Dus thanks nogmaals daarvoor. Ik zei het net al in de introductie. We kennen, we kennen je allemaal, de gladde man met de BMW van Schusje. Ja, 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 ja. Mooi boy. Uh, ja. Tegelijkertijd weten we allemaal dat je ook met andere dingen bezig bent. Dus ik ben van deze podcast gewoon heel benieuwd. Vertel, je bent op een gegeven moment uh, je bent nog steeds jong, maar als je begint met je carrière bij je een jaartje of 8, 9. Je bent een dromer, moet ik, misschien moet ik dat zeggen. Wat wilde je graag worden toen je een jaartje of 8, 9 was? Weet je dat nog? Nou, uh, dat weet ik zeker nog. Uh, voetballer. Ja. Profvoetballer. Ik wilde, um, net zoals heel veel klasgenotjes van mij, ook profvoetballer worden. En dat kwam ook vooral omdat ik ook aardig een balletje kon trappen. Uh, we hadden, ik kom uit Amsterdam Oost, geboren getogen. We hadden vroeger de, de, de zogeheten Nikeplein. Dat is daar bij Transvaal. Ja, daar heb ik echt wel heel wat uren moeten slijten, zeg maar. Dus uh, ik kwam heel vaak terug met uh, kapotte schoenen. En uh, tot uh, grote ergernis van mijn moeder, die zoiets had van uh, alweer. Weet je, dat is alweer de derde binnen zoveel maand. Ja. En, um, en ja, daar heb ik gewoon zoveel vlieguren gemaakt. Uh, en ik mocht. Uh, nou, uh, wij zijn Burg voetballen. Nou, vroeger, als je daar dan terecht kwam, dan kon je echt wel aardig een balletje trekken. Dat was een beetje de elite amateurclub van Amsterdam. Ja. Amsterdam hè? Ja, laat ik zeggen, aardig gaven we gewoon een pak Rammel. Dus het is, het vet, is, vet. voor ons stelde het niks voor. Uh, ik speelde bij Amsterdams. Dus dan hebben ze altijd uh, de beste spelers van elke club. Die uh, uh, voegen ze dan samen en dan kreeg je één team. Zo'n Dream Team. dat zit ik ook tussen. Vet. Maar ik zat ook tussen heel veel andere jongens uh, uit mijn omgeving uit de buurt die ook. ...echt goed waren. Dus dat was een tijd... het nou, Kadavid kwam heel vaak wel langs... ...om te voetballen, Kluivert. Uh, dus uit die tijd, uit de jaren negentig. Um, maar dat was... Uh, ja, dat, dat, ...dan was het niet meer dan logisch... Dat je, ...dat je dan zei... ...ik wil een profvoetballer worden. Ja, dat waren de helden. En je ja. had er zelf talent voor... ...dat je aanleg... Dus ja, het is één plus één... ...is, uh, is drie in het geval. Ja. 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 Dan uh, kom je erachter... ...inderdaad op de voetbalveldjes... Hier ...heb ik weer aanleg voor... Wanneer komt het moment dat je zegt van hey, dat talent voor voetbal ga ik toch niks mee doen? Ja, dat was wel even een spiegelmomentje geweest hoor. Ik was, uh, uh, op mijn zestiende raakte ik geblesseerd. Uh -huh. En dat was een blessure. Uh, ik had mijn spieren verrekt uh, in mijn rug, en, die, en dat, dat kwam niet meer goed. En uh, dat was een heel ingewikkelde spier, dat, dat liep echt van boven tot helemaal beneden. En het moment dat het dan weer eventjes weer bijna uh, goed was. Uh, mijn fysio is altijd van, oh wee, als je weer gaat uh, ballen buiten. Ik weet dat je dat graag doet, maar ik wil je echt vragen om niet te gaan voetballen op straat. En dat deed ik dan toch wel. Ja, ja. Heb je daar nu nog last van trouwens? Ik heb er af en toe wel eens last van, ja. Ik ben heel voorzichtig. Een omdat soort ik... van hernia iets, of hoe nee, we dat iets? Dat nee, als je het echt me weet, het is uh, een bilspier die ik heb verrekt. <laughs> ja. Maar ja, en dat, dat is wel het centrale punt van het is, je lichaam. Het, dus is, dat is, het is alles. Door. En ja. dat heeft te maken omdat ik was laatste man. Ik was vroeger best wel groot. en. Uh, uh, Ach, ja, ik fysiek fysiek. Ik was, ik was eigenlijk deze lengte die ik heb overgehouden. Uh, die 1,75. dat was ik al toen ik al 13, 14 was. dus uh -huh. ik, ik, daar had ik dan mijn voordelen mee. ik was laatste man en er was een hele slimme spits. er was een bal die kwam uh, op mij af. die wilde ik gewoon koppen. maar ik had hem dus niet door. en hij zat in mijn rug en hij gaf me wat oh. duw in mijn onderrug zonder oh, ik een het doorhad. ja, ik weet niet wat het was. maar het ging heel snel op zwart ik kon niet meer lopen ik moest echt gewoon vervoerd worden wat toen geen brancards of zoiets maar we moesten echt vervoerd worden met twaalf uh, man ik, ik kon niet meer dus ja, ik heb gewoon weken lang uh, ja was ik uh, zat ik in de pijn en dat was eigenlijk het besefmoment van dit is een harde realiteit het gaat hem niet worden ja je artsen die zegt van oh nou, wij die weet dus van als je toch blijft voetballen, dat het alleen maar erger wordt. En je was heel jong, je was een jaartje 14, 15. Dus als je ja. vanaf dat moment alleen maar meer schade aan je lichaam toebrengt, ja. belooft niet veel goeds voor. Uh, ja, kijk, en ik heb ook niet de beste viso's, weet je al. Dus je, 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 je moest het doen met wat je had. Uh -huh. en, um, en ja, weet je, ik had dan gewoon een visio van de club, die dan af en toe tijd had, ging je eventjes een paar keer met, euh, met zo'n tijgerbals om heen, of met, met ja. een soort creme. Dat was dat niet het. heel spannend. Nee, het is niet zoals uh, wat je het nu tegenwoordig ziet bij een echt fiche nou Als ik het had geweten, dan had ik het anders gedaan. Wat maar je second opinion aangevraagd. Ja, maar goed, dus, uh, dus, uh, het was wel even heel pijnlijk, want het is iets... Ja, ik hield van voetbal, ik ademde voetbal. Ik kende alle spelers. Uh, vroeger uh, was ik geld aan het sparen om voor 50 cent kon je die kaartjes kopen of die voetbalkaartjes. Ja. Als ik uh, in de klas zat op school, op de basisschool, keek ik altijd naar buiten of het mooi weer was. Want dan konden we namelijk voetballen. Ik had altijd een bal onder, onder, onder mijn tafel, omdat ik allerlei trucjes in mijn hoofd aan het bedenken was. Um, dus, dus ja, we waren daarin ook een soort van pioniers. En uh, um, we hebben ook heel veel trucjes die nu pas een beetje bekend zijn. Hebben we vroeger toen ook al gedaan. Maar er waren heel veel goede spelers toen die tijd. Uh, ja. Ik denk beter dan, dan deze tijd zelfs. Ja. Echte goede spelers die nu helaas ook allemaal niet zijn doorgebroken. Ja. En dan weet je wel van ja, het gaat niet altijd om hoe goed je bent. Nou, je moet ook een beetje geluk hebben en de kans krijgen. Juist timing is ook heel belangrijk. Timing, de juiste mensen om je heen. Ja. Dat is nog belangrijker. En uh, nou, vooral timing. Want als je, ja, kijk maar, dan zie je echt even de beste voetballers ter wereld. Ja. Uh, maar zo heb je ook meerdere spelers waarvan je denkt: nou, volgens mij dat had toch veel meer eruit kunnen halen. Ja, 100 procent. Maar het is ook maar net wie je treft. Ja. Uh, nou, ja dus dat, dat is eigenlijk een beetje mijn verhaal uh, in mijn jongere jaren als, als, uh, als voetballer. Het lijkt me wel moeilijk trouwens hoor. Sorry dat ik even onderbreek. Ja. Want je hebt heel veel talent, je bent, het is je passie, je bent al een pionier en je, je voelt ook dat je er goed in bent. En dan zo'n blessure die uh, ja, je noodgedwongen laat stoppen. Hoe ga je daarmee om met zo'n tegenslag? Nou, gelukkig kon ik het heel snel oppakken door mijn tweede passie te volgen. En dat is gewoon wie ik al was. Ik, ik, ik was gewoon een acteur. Ik ben gewoon een acteur. Dat was het altijd al. En uh, vaak uh, vragen ze wel eens: wanneer uh, ben je acteur geworden? Nee, ik ben geboren acteur. Ja hoe, uh, dat, hoe dat, herkende je dat? Wat ja, deed ja, je? Dat, waar, dat, dat is een beetje een beetje de cliché verhalen van dat ik altijd toneelstukjes ging spelen voor mijn ouders en uh, ja. ik wilde ze heel graag laten lachen. En dan bedacht ik allerlei domme dingen. Ging uh, me omkleden om een beetje de grappen grappenmaker te zijn. En we keken vroeger heel veel naar nou, waar mijn vader altijd heel graag naar keek. Was Abd Raaf. Abd is ja. een beetje de André Van Duin van, van Marokko, uh, van Marokko. Ah, ja. heel bekend. En, uh, en dus deed ik ook allerlei grapjes. Ging dingen verzinnen, teksten verzinnen, gekke bekken trekken. En uh, vaak deed ik ook iemand na me, ook op school. Kon ik heel goed uh, uh, met juf nadoen doen. En dat, dat vonden de kinderen geweldig. En toen zag ik al van hé, hey, dit is volgens mij iets wat ik, uh, goed kan. Wat ik heel goed kan. Uh, maar dat merkte hij ook met uh, bijvoorbeeld de spreekbeurt houden. Um, dat ging mij goed af. Uh, vergeleken met andere kinderen uh, die echt niet durfden om voor de klas te staan. Dat begreep ik niet. Ja. Ik, ik zei ja hoe kun je dit nou hoe doen? je dit nou fout doen? 90 dit is, van de mensen heeft die angst wel nou ja, op, en jij niet ik, ik vond het geweldig om juist voor de klas te staan en, en ja. als mijn spreekbut ging dan soms weet je mijn meester altijd van Mo, ik geef je een voldoende je je, je de, de inhoud ging nergens over maar je kan lullen als ja. rugman. Ja, je komt goed en, en je oh. presentatie is goed maar het, het, ging, het ging nergens over maar ik geloof je en ja, weet je, ik kan me herinneren dat ik een keer een presentatie had over brood in groep 8. Gewoon brood, Marokkaans Sorry, brood. brood nou, ja, maar ik heb het zo verteld dat iedereen daarna gewoon zin had in Marokkaans brood. Ja. Nou, als je dat kan, dan, dan heb je, wat mij betreft, wel iets waarvan ik denk, ja, hiermee moet je iets doen. En op een gegeven moment hoor je het ook overal om je heen. Van, hé, je moet acteur worden, jij moet acteur worden. Uh, en, en, en op een gegeven moment wordt het heel erg... Uh, er Word je een beetje die kant op gestuurd op een gegeven moment. Ja. Dan ga je er ook in geloven. Als je het vaker genoeg herhaalt, ja. ga je het ook in geloven. En, nou... Uh... Uiteindelijk is er toch iets van gekomen. Ja, en niet zomaar iets. Op je 18e pionier. Hij was een van de eerste acteurs met een multiculturele achtergrond. om het zomaar even te zeggen. die niet in een hele kleine productie speelde. Goudkust was toen eigenlijk wat GTST een beetje nu is. Echt ja. een miljoen kijkers heeft GTST volgens mij nu dagelijks. Misschien iets minder, maar het was in ieder geval een hit. Hoe kom je daar binnen bij zo'n grote productie? En, en, en hoe gaat dat allemaal? Nee, nou, dat is uh, ook een heel grappig verhaal. <clears throat> Kijk, ik heb ook geen toneelschool gevolgd. Ik heb ook niet mensen uit mijn omgeving gehad die zeiden van... hé, zullen we naar de toneelschool gaan? Dus dat ga je dan niet doen. Je kiest vaak een school. Vaak omdat het of dichtbij is, is praktisch. Praktische redenen. Of omdat je vrienden daar naartoe gaan. Um, en dat was het. Maar totaal niet omdat je denkt van... hé, hey, dat is een school uh, wat heel goed bij mij past. En andersom ook. Oh ja. En ik, ik, ik was altijd wel... Um, ik had bepaalde eigenschappen. En dat heeft me tot vandaag nog steeds uh, gebracht waar ik nu ben... Um, ik, 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 had, ik had een dosis lef. Ik was zelfstandig. Ik had niemand nodig om uiteindelijk iets te kunnen bereiken. Ik was ook zo'n type die ook alleen naar de film ging. Ook leuk. Want ik denk, ja, in de bioscoop gaan we toch niet praten. Ja. Ik wil gewoon de film kunnen volgen. Um, dus ik had allerlei eigenschappen die, die, die nou, nu uh, achteraf gezien... gewoon goud is gebleken. In mijn middelbare uh, uh, periode was ik ook zeg maar, een soort entertainer ook niet alleen in de klas, maar ook gewoon met, met, met leerkrachten. Ik was altijd heel goed met leerkrachten. Ik was overal een zaadje aan het planten, eh, ook door bijvoorbeeld goeiemorgen te zeggen, wat grapjes te maken. Dus ik, dus ik heel vaak stond ik 1 0 voor als ik bijvoorbeeld een keer een toets moest inhalen of ik kwam te laat. Dan was het ze van kom maar, man, weet je, is niet erg, gaan we snel zitten. Geen uit, vet, ja. weet je wat, pet af, kom maar. Dus die gunfactor die gunfactor creëer ik ook. Ik was samen met een vriend van mij uh, Abdel. Uh, hebben wij zoveel dingen bereikt. En we waren toen 14. Wij, wij hadden op school, hadden ze, elk jaar hadden ze bijvoorbeeld uh, uh, iemand nodig die, die, zeg maar, dan uh, Sinterklaas ging spelen. Ja. Dat, dat moest dan een leerkracht zijn. Ik had mezelf aangeboden van laat mij maar de Sinterklaas zijn, maar dan ga ik dan strippen als Sinterklaas en op het nummer van Prodigy en weet ik nog wat. Dat deed ik dan gewoon. Op feest en dat was iets waar je echt naar uitkeken, dus, dus de hele school zat dan in die gymzaal ja. te kijken naar wie is, wie is deze, wie is deze clown, wie is deze Sinterklaas en dan bleek dat ik het gewoon was. Ja, ja de leerkracht vond het geweldig um, en dat, dat is ook een beetje lef ook, um, gewoon ook op leuke manier aanwezig zijn. Je bedoel, je, mag best gewoon uh, uh, aanwezig zijn, maar dan op een positieve manier dat je niet tot last komt. Uh, ja. bij de leerkrachten. Dat is ook, dat is een ook humor tip. erin ook. Ja, humor is heel belangrijk daarin. We waren bijvoorbeeld om even een beetje uh, een idee te geven hoe wij waren als, als, als uh, Nou, vooral in de jeugd. Wij, wij waren ook de enige die met pauze heb je toch altijd zo'n lokale supermarkt uh, en dan moet je altijd. Er ja, konden maar twee leerlingen, geloof ik, uh, naar binnen. En dan, als die klaar waren, dan konden daar weer die andere twee. En de rij was eindeloos lang. Ja. En mijn zoon, die zit er nu zelf in, die is nu 13. En die, en die zegt ook: van ja, papa, ik kom soms te laat. omdat die, die rij bij die humbo zo lang zijn. Maar Abdel en ik, wij hoefden nooit in de rij. Want wij waren gewoon heel relaxed met de manager. En die zei: van deze twee die mogen naar binnen, jullie moeten verwachten. Ja. Nou, dus daarom een, een verschil te laten zien van zo waren wij al. We probeerden altijd al. Um, de, juiste connecties te juist, maken. de juiste connecties te maken. En het zit hem in die kleine dingen. En daar maakt wel het verschil in. Um, en het Abdel heb ik trouwens ook zoveel aan te danken. Dat is een, nog steeds, op dag van vandaag zie ik hem nog steeds. Hij um, heeft inmiddels ook drie kinderen, dat is ik. En uh, zit ook in het onderwijs. Uh, maar die zie ik echt als een soort grote broer. Omdat ik heb zoveel aan te danken. Die jongen was zo ondernemend. Hij zat op kickbox, ging dus ook op kickbox. Ik zat toen weer niet meer op voetbal, maar kickbox deed ik nooit aan wat. Maar hij wel. Ik dacht, ja, dat wil ik ook. Ja. Ik wil ook net als hij ook van die buikspieren hebben en zo. Um, hij was kapper. Ik zeg, dat wil ik ook leren. Dus werd ik ook kapper. Dus gingen wij gewoon voor tien gulden, gingen wij gewoon langs met onze, met onze tasje met de tondeuzen die we dan hadden gekocht. En dan gingen we gewoon opscheren. Ja. Op een gegeven moment werden we daar zelfs bekend om, zeg maar, dat we elke zaterdagmiddag, zat helemaal vol... Met al onze klanten. En dat waren gewoon mensen. Kwam bij mensen thuis. Uiteindelijk ging het voor één iemand. En dan, en dan eindigde hij met vier man, vijf man. Ja. En dan zei hij: ze, Hier, mijn broertje ook. Knip ook. Mijn oom is er ook. Hier knip hem ook. En dat, en dat, en dat, um, en dat werd steeds groter. Maar hij, zij, zijn broers werkten bij de bakker. Uh, dus hij ook. En hij zei: Mogen kom, jij gaat ook meewerken bij de bakker. Dus we hadden nooit tijd voor andere dingen. Uh, wat, wat misschien ons uh, op een negatieve manier zou vormen. Dus ja. ik heb zoveel aan te danken wat dat betreft. En, en dat, is dat tegelijkertijd misschien ook een boodschap die je mee wil geven? Van omringen met de juiste mensen waar je goede dingen mee kan doen... in ik, plaats van op de straat hangen of iets in die richting? Het klinkt heel cliché, maar dat is echt waar. Weet je, mijn vader zei het ook altijd van... Oh, ga met die man om of ga met die jongen, want die, die is slim. Weet je wel? Ga alleen met dat soort figuren om. Omdat, de, 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 dat zeiden ze niet zomaar. Hè? Want kijk, nogmaals, ik kwam uit Amsterdam-Oost begin jaren 80, 90. Het was een hele andere tijd. De verleiding was groot. Je kon heel makkelijk... Um, uh, naar die andere kant gaan, weet je wel, de, de lelijke kant. En, ja. uh, en als je de dag van vandaag kijkt, is er heel weinig van overgebleven van die jongens. Ja. Uh, die halen heel vaak de voorpagina's op een minder goede manier. Ja. En ik ben wat dat betreft, hem zo blij dat ik niet daar ben terechtgekomen. Maar als ik dan weer even terugspoel hoe dat kwam, ik had altijd iets te doen. Ik was altijd bezig, of ik was aan het knippen, of ik was een bakker want ik moest op een gegeven moment gingen we soms vier, vijf dagen per week gingen we gewoon werken daarna na school ja. hè um, of ik ging voetballen want ik ja. moest ook gewoon drie keer per week trainen en ik had een wedstrijd in het weekend dus ik was altijd bezig um, en dat heeft me wel zeg maar gevormd en een keer op een blauwe maandag om antwoord te geven op jouw vraag hoe ben je bij Goudkust, Goudkust. terechtgekomen? Ja. Um, ik las een artikel. Um, in de Telegraaf. En dat ging over Katja Schuurman. Die was toen ook helemaal hot, hè, met GTST. En die was toen heel erg ook ja, toen was he. een, een enorme ster toen die tijd. En, um, en die vertelde in haar verhaal hoe, hoe zij ook terecht is gekomen bij GTST, maar dat je dus moet inschrijven bij een castingbureau. Um, en dat alle acteurs van Nederland allemaal daar staan ingeschreven. Dat, ja. dat heette toen Hardy Klooster Casting. En ik las dat. En... Um, en grappig is, dat artikel, want ik las natuurlijk helemaal geen Telegraaf, maar het was mijn leraar Nederlands, Martin, zou ik nooit, nooit vergeten. En die kwam met het artikel en zei: Mo, dit moet jij lezen. En ja. um, nou ja, hij gaf het op een, op, een, uh, op een vrijdagochtend, geloof ik. En ik las ik iedereen: Dat vind ik heel tof om te doen. Ik ga, ik ga, ik ga gewoon even bellen. En ik belde met uh, Harry Kloze Kaas. En ik zeg: Nou, hoi, ik ben Mo. En uh, ik wil uh, me graag inschrijven. En hij zegt: Ja, heb je ervaring? Ik zei, ja, ik heb heel veel gespeeld in Marokko, maar dat was gewoon bluffen. Want ja. ik wist dat als ik nee had gezegd. Dan kwam je, je er niet in. En ze uh, zei, ja, nou, uh, kom maar een keer langs en dan uh, kun je inschrijven. Ik doe dat maar op een woensdag, want dat is onze inschrijvingsdag. Dat was maar één dag in de week kon je dan inschrijven. Ja. Die andere maandag, ik moest gewoon eigenlijk naar school, maar iets in mij zei, ga gewoon. Gewoon gaan. Net zoals die docent dat artikel ja had je zoiets van, misschien moet ik de soort van ingeving... Het, 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 voelde, het had zo moeten gaan. Het, het had gewoon zo moeten gaan. En ik ik zei weet je wat, ik ga gewoon. Maar ik wist totaal niet waar het was. Dus ik pakte de oude gouden gids. gewoon de letter H van Howdy Closer. De, go de Google van vroeger. De Google van vroeger. En ik ging kijken van, waar ligt het ook weer? Oh, in de buurt van Stadionplein, daarachter in Zuid. Hoe kom ik daar? Oh ja, dat is tram 16. En dan moet ik daar overstappen, tram 24. En dan ga ik daar. in een eentje. En het was, uh, het was gewoon maandag uh, rond een uur of elf. Nou, eigenlijk een goede oorlog naar school te gaan. En uh, ik zat in mijn laatste jaar, ik deed MBO uh, niveau 4. Ja. Um, dus ik liep naar binnen. En toen uh, kwam ik daar iemand tegen en die zei: ja, Wat kom je doen? Ik zeg: ja ik, uh, ik zei, ja, ik was in de buurt. En toen dacht ik: Nou, nah, weet je, in plaats van dat ik op woensdag ga wachten, laat mama meteen inschrijven. Ja, en hij keek om zich heen en zei: Ja, weet je. Uh, dat is, ja, Kom maar, weet je wel, dat doen we eigenlijk niet maar vooruit. Terwijl ik dus eigenlijk met hem in gesprek was, liep er een uh, de casting director, dus eigenlijk de grote baas, die liep daar. Die ging letterlijk gewoon oversteken. Dat was een oude dame. En ze keek me aan. Net één seconde te lang, waarvan je denkt: oké, okay, dat is something. Connectie. En op een gegeven moment uh, zei ze: Jongeman, mag ik u het vragen? Bent u Marokkaans? Mm -hmm. Ik zeg: Jazeker. Dus kunt u na, nadat je klaar bent met hem. even bij mij even langskomen. Zo gezegd, zo gedaan. Ik dacht: Nou, bij deze man heb ik verder niks meer te zoeken. Ja. Ik ga gewoon zo snel mogelijk kloppen aan die deur. En ze zegt letterlijk: Van zou jij het leuk vinden om een rol uh, te vervangen. in een soapserie Goudkust. Maar ik moet jou nu wel even filmen. Want ik wil wel even weten of iets kan. Dus ik heb hier een scène voor je. Die mag je even voorbereiden. Ik geef je alle tijd. Ik heb hier een statief met camera erop. Die ga ik filmen en dat stuur ik dan naar uh, Alsmeer die Joop van der Ende. Ja. Dat was toen onze werkgever. Ja. En als zij akkoord gaan, dan mag je meteen beginnen. Morgen. Zo. Ik dacht, nee, dit is, dit is gewoon een grap. Het gaat te snel. Dit gaat iets te snel. Dit, dat zie je niet eens in Amerikaanse films. <laughs> zo gezegd, zo gedaan. Ik deed mijn ding. Want ik was al een acteur. Hè? Dus het is niet dat ik... Toen pas. Was dus, het al. Dus ik kon al weet je, improviseren. En ja, ik kon en je had al... heel veel lef. Ik had lef. Ja. Dat is heel belangrijk. Want je ik stond daar op de blauwe maandag en niet op de woensdag van Precies. de inschrijvingen. Precies, en het voelde gewoon dat ik daar moest zijn. En, uh, en op een gegeven moment uh, zei ze: Nou, goed, ik ga, het, uh, ik ga het tape sturen, dus je hoort van me. Mm -hmm. En vroeger hadden wij een pieper. Dat kun je je nog niet herinneren van vroeger. We hadden zo'n buzzer. En dan ja. uh, in plaats van een telefoon. Ja. En dan moest je degene dan weer terugbellen. Ja. Nou, uh, Een paar uur later werd ik weer uh, opgepiept. En uh, teruggebeld, voicemail gehoord. Toen zeiden ze gefeliciteerd, je mag uh, morgen naar als meer. Wow. En ineens zat ik in een heel andere wereld. Le en toen zag ik daar Katja Schuurman in de kantine. Van, Niet wow. wetend ja. wat het verhaal eigenlijk was. Ja. Dat ik eigenlijk een beetje dankzij haar interview, dat ik daar uh, ben teruggekomen. Wauw. Dus dat is... Dat is uh, um, het begin van Goudkust. Het begin van Goudkust. En daar, dat was eigenlijk mijn, uh, mijn leerschool. Waren nog bepaalde... Uh, Unieke dingen aan jou, uh, die uh, tijdens zo'n uh, improvisatie-show, zeg maar, deed daar uh, op het kantoor bij de inschrijvingen. Dan op die maandag. Was er nog iets unieks waarvan zij, zeiden, waar, waar, waarvan zij dachten: misschien, van, hé, hey, dit is wel iets vets. Waar, waar blonk je in uit, buiten het feit, omdat je gewoon lef had en gewoon ja, goed had, was ik, in acteren? Ik, ik, had wel, ik had wel eens, um, um, ik had wel eens uh, wat, wat, wat serieus gezien, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik kon heel goed. Ik ben beeldend heel sterk. Hè? Dat heet dan beeldtalent. Um, en, en toen dacht ik: Oh ja, dit is weer zo'n zo scène dat ik dan zo moet spelen, en zo moet spelen. Dus ik had het helemaal al vormgegeven. Ja. En dat, daar lag mijn kracht. Dus het leek alsof ik echt zo'n zo soapacteur was. En bij soap uh, moet je vaak eindig je altijd met zo'n shot op die acteur. En het gaat inzoomen en dan duurt het net even iets te lang, weet je wel. En, en dat kon ik heel goed spelen. Ja. Ik had mezelf ook ergens daarin overtroffen. hoor. Ik had het ook niet verwacht allemaal. En ik denk dat dat, dat, dat iets is wat ze hadden gezien. Ik denk, oh, deze jongen die, ik zie wel dat hierna nog gecreëerd moet worden, maar. Hij kan, hij kan... Er zit wel talent in. Ja. We kunnen hier wel iets mee. Ja. Ik denk dat dat, dat dat voor hun, denk ik, uh, wow. een argument was geweest om mij, uh, om ja. mij uh, aan en te trekken. En ze hadden nog niet echt ervaring met mensen met uh, multiculturele en Marokkaanse achtergrond. Hij was een van de eerste acteurs in die tijd. Dus dat is voor hun natuurlijk tegelijkertijd ook spannend om, dat, om die stap te ja. nemen. Nou, dus ze waren is... ook op zoek gewoon naar toevallig naar een Marokkaanse acteur. Ja. En, en toen die tijd waren er ook niet zo heel veel Marokkaanse acteurs in, in hun bestand. Ja. We ja. hebben het over 1998. Go ja. way back. Way back ja. dus ik voel me net als een dinosaurus als ik dat zeg. Nee, joh, 1998. zo lang niet. Ja. Het, uh, het is een tijd geleden inderdaad, maar. Uh... De tijd vliegt, laten we het zo zeggen. En het ja. is een, inderdaad een tijd waarin je uh, ja, niet echt veel acteurs had die daarmee bezig waren. Vooral niet met de multiculturele achtergrond. We hadden uh, gisteren in het voorgesprek even over het cabaretiergebied dat Janadje Bamali die aan het opkomen was. Ali B was een beetje met rappen uh, zeg maar, als multicultureel talent aan het groeien. Maar op uh, het niveau van acteren was er nog niet echt iemand die uitblonk. En daar was je een van nee, de. Nee, dat was niet iemand die ik even kon bellen. om, om even ja, wat tips, tips te vragen. Ik heb veel meegemaakt. En je moet je voorstellen, die eerste. <laughs> zal ik nooit vergeten. de eerste dag. die volgende dag. dat ik daar moest zijn. Ik had geen auto. Om daar te komen in Alsmeer. Uh, als je een beetje een kenner bent. Ja, het, is, het is bijna onmogelijk. Want je moet. Uh, ik woonde in Wiewboudstra. dus dan moet je helemaal naar Schiphol rijden. En dan moet je nog, nog een bus pakken. En, want ik moest daar om. zeven uur moest ik zijn. Sochtens. Sochtens. Toen dacht ik, nou ja, ik, ik zorg voor dat ik nog eerder ben. Dat ik dan om zes uur al ben. En alsnog was ik te laat. Dat is een heel leuk verhaal. Want ik kwam daaraan. En ik had me dus aangemeld bij de sessie. Maar dat, dat is een studio dat is zo groot daar. Dat is gewoon niet normaal. Het is niet uh, het, het alsof je zegt, gewoon vijf gewoon een dorp, basisscholen eigenlijk. bij elkaar. Het is gewoon een dorp. Ja. Ja. Dus ik wist niet welke, uh, welke ingang ik moest nemen. Dus blijkbaar bleek ik aan de andere kant van de andere vleugel van het gebouw te zijn. Dachten ze dat ik een schoonmaker was. Die, die de nachtshift had, zeg maar. Ja. Dus op een gegeven moment, voor ik het wist, zat ik in de kamer met allemaal andere figuren te wachten. Ik denk, dit klopt niet. <laughs> dit klopt niet volgens mij is iets voor iets anders aan. Want, ja, ja, ja. want ik was heel sumier in mijn informatie. Ik zeg: ja, ik moet me hier melden. ik ja, ja. ben 18. Hè? Dus ik denk, ik moet me hier melden en uh, uh, voor, uh, voor, uh, voor Goudkust zei ik. Ja. Dat is het enige wat ik zei. Maar ja, bij Goudkust hebben ze ook allemaal schoonmakers in dienst. Tuurlijk. Ja. En, en ik heb daar heel lang moeten wachten. Ik zag wat magazines en uh, ging mijn tijd daar een beetje verdoen. Na een half uur dacht ik: van, Dit klopt niet. Ik word nog steeds niet opgehaald. Ik hoor, me, ik hoor mijn naam niet. Ik, ik ga nog weer even terug. Ik zeg: Luister, ik heb, um, ik heb gisteren ben ik naar een naar, naar castingbureau gegaan en toen ben ik het geworden. En het verhaal een beetje uitgelegd. En ik moet hier gaan acteren. Zijn ze zei, acteren? Nee, dan moet je niet hier zijn. Dan moet je bij vleugel A zijn. Dus ik ging naar de andere kant, naar de hoofdingang. En toen kwam ik daar. En toen was ik echt net, misschien al net vijf minuutjes te laat of zoiets. Terwijl ik eigenlijk wel op tijd was. Eerste wat hij zei, een van die figuren daar. En dat was voor mij wel meteen een harde les. En toen besefte ik van, man, je staat gewoon 2-0 achter. Hij zei, vriend, heel simpel. Ik ga een paar dingen tegen je zeggen. Zorg ervoor dat je altijd op tijd bent. Zorg ervoor dat je altijd je tekst leert en dat het nooit aan jou ligt. Nou, dan kun je twee dingen doen. Um, want ik kom natuurlijk ook een beetje van de straat. Als iemand zo tegen mij praat, dan ga je meteen in de verdediging. Dus ik heb echt moeten slikken. Toen dacht ik, oké. Okay. Dat was een beetje die mindset van one uh, day go low, we go high. Ja, mooi. Zeg, weet je, ik ga ervoor zorgen dat ik altijd een uur van tevoren eerder ben dan de gekoelde tijd. Dus vragen ze me om 6 uur, ben ik er om 5 uur. Vragen ze me om 7 uur, ben ik om 6 uur. Altijd. Dus dat nooit aan mij ligt. Dat ja. ik ook niet zoiets kan meemaken. Dus ik heb een marge voor mezelf ingebouwd dat ik altijd op tijd ben. Want ik wist van deze mensen zijn bevoordeeld. En ik ga ze niet gelijk geven. Ja. En geen uh, mogelijkheid geven om jou te triggeren. En toen de tweede punt, teksten kennen. Ik kende niet alleen mijn eigen tekst, maar ik leerde ook de tekst van mijn tegens tegenstander. Mijn tegenspeler. Dus zover was ik. Vet, en dan waren ja. ze op een gegeven moment pas later... waren ze een beetje onder de indruk... van, oh, deze man is gewoon altijd op tijd. Hij is hier gewoon altijd. En dan vaak zeiden ze van... hé, hey, maar je bent veel te vroeg. Zei, ja, ach, maakt niet uit. De bus die, uh, die kwam al, dus... Uh, ja. Weet je wel? Dus ik zorgde er al voor dat dat geen excuus was. Dus dat had me wel gemaakt tot wie ik nu ben. En dat heeft ervoor gezorgd. En eigenlijk ben ik blij dat hij misschien dat heeft gezegd. Um, omdat... omdat het je scherp houdt. Ja. Weet je, Ik vind het soms heel fijn dat ik weet dat ik achter sta, want dan heb ik iets te winnen. Ja, houd je het, scherp. Het, het, ja, ik ben toch competitief ingesteld. Ik wil ja. heel graag winnen. Dus, dus ik, ik wilde er hem ergens daarin ongelijk geven. Ja. Nee, vriendje, je zit. Je zit je het is een je een beetje hetzelfde als honger hebben. Als je constant een volle buik hebt, dan, blijf, dan ben je minder scherp dan op het moment dat jij zeg maar lege maag hebt. En ja. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, ja. Dat, dat, dat gevoel had jij daaraan overgehouden, waardoor je alleen maar scherper werd en beter. Mijn ervaring is zo dat ik heb ook natuurlijk heel lang gevoetbald, dus die discipline had ik al natuurlijk, want je moest natuurlijk altijd op tijd zijn met voetbal. Dus Veel al trainen. Nog, als, je als, je, als je niet op tijd was, uh, ging je wissel, weet je, op de bank. Dat wilde je niet, want je ja. wilde spelen, je wilde basis spelen. Dus ik, ik heb dat wel een beetje zo meegekregen altijd en daarom is sport, maakt niet wat je doet, ook heel belangrijk. Ja. Dat doe ik ook voor mijn kinderen. Ze moeten op sport. Mijn dochter zit op hockey. Het vormt je. Het vormtje. Ja. Uh, Ik heb ook op krater gezeten. Het was echt iets waarvan ik dit is echt iets waarvan je leert: van oh, de 10 de ga ik nooit halen. En als dus B7 ging je al een beetje trillen omdat je dacht van dat ga ik nooit halen. En dan, dan gaat er een stemmetje in, weet je, die je aan het ontwikkelen bent van nee, die 10 ga je halen. Wat er ook gebeurt. Ja. Dus ik, ik heb mezelf dat wel aangeleerd om, om, uh, om altijd door te zetten, wat er ook gebeurt. En daarom is sport zo belangrijk. Uh, in de kinderjaren. Da daarin kun je jezelf echt ontwikkelen. Ja. Uh, maakt niet uit wat voor soort sport. Je leert zoveel. Ja. En dat heeft dus me dus wel gevormd om, om, om ook op die manier te denken. En, uh, dus, ik, dus, dus dat was voor mij een hele mooie leerschool. Niet alleen op het gebied van acteren, maar ook van hoe om te gaan. Uh, want het is niet alleen maar een actie en die scène spelen. Er, er zijn ook heel veel dingen die eromheen zijn Zeker. gebeurd. Daar ja, kan ik een heel boek over schrijven. Sterker nog, volgens mij gebeurt er meer omheen dat er een actie is. Dan die ene moment, zeg maar. Ja. wel, voor een paar minuten. Dus, dus ik, heb, ik heb echt heel veel, uh, heel veel, uh, heel veel geleerd. Mm -hmm. En geaardkeus was voor mij natuurlijk wel. Hoe lang heb je dat gedaan trouwens? Uh, volgens mij iets meer dan een jaar. Mm -hmm. en daarna hadden ze helaas een stekker eruit getrokken, omdat het, uh, het ging niet werken. Okay. Uh, ze gingen de andere strategie pakken. Ja. toen bleef alleen Onderweg naar Morgen over. En Uiteindelijk is Onderweg naar Morgen ook weer. Uh, stopt, ja. Uh, ook uh, een, een vraag gehoord: Onderweg ja. naar Morgen. Zo. En toen, uh, toen bleef alleen, ja, tot af van vandaag nog steeds GTS. Ja. Maar dat heeft me wel, zeg maar, uh, 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 gevormd. Uh, want ja, je moet je voorstellen: je, 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 je wordt dan op een gegeven moment voor alles wel uitgenodigd. En dan ben je in één keer een soort rolmodel. Terwijl ik niet eens weet hoe ik daarmee moest omgaan. Ik wist niet eens wat me allemaal te wachten stond. Dus je, 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 nou ja, je, je, je steekt met je hoofd dan in dit geval boven het maaiveld. Want je, je, je valt op. Je valt op. Je hebt een groot platform waar je op een ja. gegeven moment uh, op ja, actief ja, bent. Vooral de tijd, ik was gelukkig geen social media. Anders ging, dan was het denk ik heel anders gegaan. Maar um, ik had, elke dag was ik wel ergens of een lintje knippen. of een debat bijwonen als panelit of het was gewoon, gewoon er zijn, of of ik was, ik werd gevraagd om ambassadeur te zijn van dit, van dat, en ik had altijd wel iets. Ja. Dus dat 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 was heel mooi. Mm -hmm. Mooi sprong. Uh, en toen en toen kwam uh, toen kwam ineens ook Shuof. Uh, ik werd gevraagd, hoe, hoeveel later was dat zeg maar? Je bent uh, een in 2002. Doe je mee? Kijk, de, de jaartallen die ik geef, is, is, is natuurlijk anders dan wanneer de film is echt uitgebracht. Want ja. in 2002. Je dus zet even tussen natuurlijk. Maar ik werd ik gewoon gevraagd om. Uh, ik, had toen wel, ik, had, ik had toen wel wat gedaan hoor. Uh, voor show, show Want Ik, ik deed Oeses van Namke. Dat was de eerste uh, Nederlands speelfilm ook voor Katja Schuurman. Met Johnny de Mol. Echt met ah, Jan ja. Weber. Dat waren ja. grote namen. En ik, en ik zat daartussen. Mm -hmm. Uh, dus dat was, dat was 2001. Dus dat was bijzonder. Dat was echt zo'n jongere film. Um, en toen daarna werd ik, uh, werd ik gevraagd voor Shoef Shoef. Voor de rol van Moesie. Ja. Alleen ik hoefde geen auditie te doen, want ik was het al. Ja. Mooi. Luxe positie. Uh, het was een luxe positie. Scandial. Ik moest wel tegenspel geven. Bij was andere... het ook van het huis van Joop? Of was het nee, een nee, nee andere... dit was echt uh, vanuit, uh, vanuit uh, een regisseur en schrijver. En geen de Geen en Mimono Issa, en, uh, en die hebben mij gevraagd van... Uh, nou ja, zou jij die rol willen vertolken um, En als een van de hoofdrolspelers? En, en ik las het script en ik wist gewoon, ja, dit is, dit is vet. Dit, als dit een Biscoop-film gaat worden, dan zou dit wel echt... volgens mij gaat dit wel een knaller worden. Is uiteindelijk ook gebleken. Het ja? was een dikke kraker. Niet alleen een film, maar ook nog een serie. En volgens mij hebben jullie ook nog best wel veel invloed gehad... op de inhoud van uh, Shuf Shuf Habibi, toch? Hoe is dat gegaan allemaal? Nou, ja, wat wel leuk is om te vertellen, Shoef Shoefabub is nu al 20 jaar geleden. Ja, dus, tijd uh, precies rond deze periode. Uh, ik kan me nog herinneren dat iedereen ook zei: al die biscoop. Ik van... Ja, jullie mogen wel blij zijn als er tussen de 25.000 en 30.000 man de biscoop zouden bezoeken. Mm -hmm. uh, uiteindelijk met, met, met Benelux erbij, want dat kwam ook in Antwerpen. Uh, uiteindelijk heeft het bijna 700.000 aangetikt. Wow. Meer dan 63 landen verkocht. Uh, dus het was, uh, je kan spreken van een mega-succes. Ja, tot de dag van vandaag wordt het nog uitgezonden, toch? Op Videoland, volgens mij. Ik, uh, de serie wordt op Videoland oh, uitgezonden. Dan, die ja. doet het heel goed ook, daar uh, heb ik me laten vertellen. En, uh, en dat is ook een van de meest gestelde vragen aan mij: van even hier komt een deel 2. Uh, oh. oh ja, en ook ben je Arabisch of Berbers? <laughs> dat ja, is ook een vraag ook een die vraag, altijd weer uh, terugkomt. Maar het, 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 het was altijd van. Um, uh, van jullie mogen altijd blij zijn als we Maar wij hebben toen, toen bewezen dat het niet zo was. En dat was, denk ik wel... Dat uh, heeft wel echt wel de deuren geopend... voor heel veel films die daarna kwamen. Want we hebben bewezen dat er wel publiek voor was. Ja. Wat was de en, succesformule? Hebben jullie uh, daar zelf nog aan gesleuteld? Ja, 700.000 mensen. Nou ja, kijk, we, we, we hebben gewoon een film gemaakt... waarvan we hadden zoiets van, ja, dat is ook Nederland van nu. En, mm -hmm. en we hebben... Uh, wat je zelf zegt, we hebben toen best wel veel zitten sleutelen aan het script. Uh, want ja, Albert he heeft zich eigen research gedaan en, en, en je merkt toch wel dat dat hij, je kan natuurlijk heel veel gaan lezen, maar uh, heel veel dingen moet je ook gewoon kunnen begrijpen als Marokkaan, weet je. Dat kun je ook alleen begrijpen als je Marokkaan bent. Ja. Uh, dat is dat stukje cultuur. Ja. Uh, als we het hebben over, de, over die zin van, wanneer word jij serieus? Maar hoe bedoel je serieus? Gewoon serieus, serieus, weet je? Ja. En dat hebben wij altijd met de opvoeding meegekregen van al oh, die voor gaat weet je? Wanneer word je nou gewoon, weet je, gewoon normaal, gewoon serieus, serieus? Ja. En dat hebben we allemaal verwerkt in, in die film, maar ook bijvoorbeeld een van mijn favoriete scènes dat uh, Ilias Odja op een gegeven moment daar als uh, uh, als, als uh, stoute jongen uh, op het matjes geroepen door de directeur en dan moet hij met zijn vader moet hij dan uh, 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 moet hij daar uh, zich gaan, uh, gaan melden bij de directeur ja. en dat hij alles verkeerd vertaalt. Dat hebben wij meegemaakt. Dat heeft Albert die meegemaakt. Is dat wat ik bedoel. Dus dit zijn allemaal dingen die wij erin hebben gegooid. Ja, die hij vanuit zijn uh, perspectief ja. als regisseur nooit ja. uh, met. Maar uh, de, de 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 intro van de film was is heel anders. Dat was echt. Uh, <laughs> dat, dat het mooie is, ik, die script, uh, hoe die echt was, die heb ik nog thuis liggen. Omdat ik um, en en dat dat begon met dat we in een portiekje uh, zaten en en met, met die jongens. En dan hadden we de discussie van wie, wie de grootste. Zo, zo begon de de de, de scène. Dus ik zei tegen Albert, luistervriend. Zo moet je niet beginnen. Want als je zo de film gaat openen. dan, dan, dan bereik je. Het is een beetje gênant ook, toch? Het is afgezien van de senantes, je brengt een hele grote groep niet meer, weet ja, je wel? Dus het is zonde. zonde. Ik weet, deze film moet gewoon zo kunnen gemaakt worden dat, dat je dat er ook kinderen bij kunnen dat, zitten, dat ofzo. iedereen daarna kan kijken. Ja, toch? Ja. Maar gelukkig was Albert daar heel ontvankelijk voor en, en, die, en, en, en dus hij luisterde heel graag naar ons. Heel veel dingen zijn hebben we toen lesmidden aangepast, maar dat is ook een beetje het proces hè, van, van een film maken. Die een film maak je nooit hier eentje. Dat doe je altijd met een team. Ja. En um, en we hebben gelukkig heel veel met elkaar, hebben we allemaal uh, hele toffe dingen erin gezet. Weet je, alles passeerde in de review. Ook die, die grap, zo'n basisschoolgrap van wat zijn uh, de vijf verschillen tussen IT e en de Marokkaan. Weet je wel? Die hebben we ook gewoon erin verwerkt. Ja, uh, dat, dat was de opening van de film. Uh, dat was het ook weer IT. E IT e. had de eigen fiets. IT e. e. zag er niet. wel goed uit. IT nee, ja, e. e. kwam wel alleen en IT e. wilde wel de taal leren. En, uh, en die wilde wel terug waar hij vandaan kwam. Nou, ik weet ik kan nog niet. De biscoop lag helemaal plat. Ah. Heel erg herkenbaar. Dus het is, het is, het is enerzijds heel erg stereotyperend, hè? maar het was wel heel herkenbaar op een leuke manier. Ja. Dat is wel een beetje. Uh, ik denk dat jij dat nog beter kan vertellen. Wat jouw jou gevoel is als je het hebt over Sjoef Sjoef. Wat, wat, wat hou je daar aan over? Volgens mij is het best wel prettig. Ja, ja, prettig, humor. En inderdaad, ik vind. Je herkent veel, inderdaad, veel herkenningspunten, maar ook niet te ver, zeg maar, gaan. Want je hebt een stereotypering, je hebt bepaalde mensen die daar misbruik van maken, zeg ja. maar, op een bepaalde manier. En bij Shoef Shoef was het altijd, weet je wel, perfecte balans. Van, weet je wel, inderdaad, herkenningspunt, maar geen misbruik maken. Ja. Je ouders, weet je wel, worden soms ook wel eens misbruik ja. van gemaakt van, oké, herkenningspunt, maar geen misbruik van ja. de situatie maken. Ja. En dat vond ik heel vet, waardoor het, zeg maar, heel, ja. heel mooi en goed bleef. Nou, dat is de, kijk, we hebben natuurlijk ook het geluk dat we de genre comedy hebben gebruikt. Het was een melodrama, ja. zo, zo heette het uh, officieel. Maar het is gewoon comedy. En het mooie van comedy is dat je heel veel kan doen met vooroordelen. Ik zeg ja. altijd, je kan drie dingen doen met vooroordelen. Je kan ze, uh, je kan ze ontkennen. Je zegt van, nee, dat bestaat niet. Uh -huh. Je kan het bevestigen. Of je kan ermee spelen. Oh. En dat laatste vonden we interessant... En, en, en dan krijg je dit soort dingen en dan is het hartstikke leuk. En nu de dag vanaf nou kunnen mensen nog steeds erom lachen. Ja. Van, oh ja, dat was echt wel geinig man. Dat was heel leuk, heel herkenbaar hoe dat vroeger ging. Ja. Zonder dat mensen zich zeg maar een beetje gepiepeld voelen. Ja. Als je snapt ook de ja. mensen uit de cultuur. Ik van ja, je maakt toch een beetje misbruik van die situatie. Dat vind ik heel knap. Ja. Die balans. Ja. En we hebben natuurlijk ook heel veel over ons heen gekregen toen aan het begin, maar dat is altijd zo. van vangen veel wind. Zo mooi het, mooi, het, mooi het, toch? Zo gisteren uh... mooi. Ja. ja je, kijk, je kan niet iedereen tevreden houden. Dat weet je wel. Nooit. Mensen zeiden van, oh, waarom laat jullie dan alleen maar, uh, weet je wel uh, waarom laat je niet de Marokko zien, zoals we het kennen, weet je, wel, met de vette villa's en boulevards en, en, en dit en dat. Dus ja, daar, daar, ging, daar ging het verhaal niet over. Ja. Dus, dus ik, ik kan ook wel, niet afsluiten die commotie, maar het, 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 is, het is een verhaal en het is uh, nogmaals, je kan niet iedereen, uh, iedereen uh, tevreden houden. Dus dat was, uh, dat was, uh, ja, dat heeft mij Shuf Shuf helemaal wel echt op de kaart gezet als, ja. als acteur. Ja. Toen daarna ging het hard, uh, toen werd ik ook gevraagd voor Snitsenparadijs. Ja, ook een kaskraker. Samen met Mimonoessa. Ja. Dat was voor mij heel belangrijk, want ik wilde een beetje mezelf een beetje loshalen van Shuf Shuf. Dat ja. dat heel lastig was, want Shuf Shuf was een enorm succes. En, en dan moest je een andere film hebben wat het een beetje ging overtreffen. Nou, wat een beetje in de buurt kwam, was Snitzeparadijs. En uh, dat was eigenlijk vanuit het boek van, uh, het gelijknamelijk boek van Galit Boedou. Die hadden het geschreven en toen hadden ze besloten om het te verfilmen. Alleen dat moest wel iets meer multicultureel zijn. Hè? De blauwe gier. En, en, maar mijn rol zat er niet in. En, en toen zei Martin Koolhoff, de regisseur van uh, Paradijs en die zei, Mo, ik wil je heel graag erin hebben. Alleen kunnen we even bedenken hoe we jou hierin krijgen? Ja. Ik zeg, nou, ik heb het een beetje zo gelezen. Ik denk dat ik... Um, um, ik hoef daar niet per se een rolletje in die keuken. Maar hoe vet zou het zijn dat die Noorddiep een broer heeft, zo'n irritante broer die we allemaal wel in, ergens in herkennen. En dat was voor mij ook wel een heel vette, vette rol om te spelen. Want dat was uh, um, um, een rol waar ik echt een hele andere karakter speelde. En dat was, uh, dat was heel vet. Wat, want ook uh, Paradijs was een groot succes. Een stukje bevestiging voor jezelf, dat je in een andere nou. rol op een andere manier ook gewoon goed ja. uh, uit de voeten kan. Ja, dus dat was... En toen daarna werd ik alweer gevraagd voor een nachtrit. Dat was met Frank Lammers. Dat is ook een van de hoofddoorspelers. Dus dan op een gegeven moment zat ik... werd ik in één adem genoemd met al die grote acteurs. Fetja en Frank Lammers. Dat zijn allemaal hele grote namen. Mm -hmm. En toen mocht ik uh, een film maken met uh, Caris van Houten. In Spanje. Zo. Zo. Uh, Zwarte Zwanen heet het. En, uh, en daarna heb ik heel veel series gedaan. Uh, Alex FM, uh, ook een van je vorige sprekers, Toeria, ik hartslag. Ja. Ziekenhuis-serie, twee seizoenen lang. Mm -hmm. Dus ik had heel veel werk. Toen kwam Kicks. Um, en ik, ik had elke. Nou, laat ik zeggen, voor mij als acteur mocht ik niet klagen. Ik had altijd wel iets te doen. Dit een paar jaar echt wel keihard was uh, je ja, bezig. En toen, uh, wat ik zei, je wordt op een gegeven moment. word je ineens ongedoopt tot een, tot een rolmodel. Ineens ben je een rolmodel. Ineens ben je, uh, heb je een bepaalde verantwoordelijkheid. Uh, verantwoordelijkheid. En, en toen hebben ze mij. Um, vaak gevraagd om ook voor de klas te staan. En dan mocht ik mijn verhaal vertellen, alleen dat was vaak de buitenkant. En ik vond het een beetje oneerlijk. Ik dacht, ja, maar dat is. Weet je, we staan daar voor 20 minuten ons verhaal te vertellen hoe succesvol we zijn. Maar is het niet veel interessanter dat we, dat we ze iets meer meegeven? Ja. Weet je, dat we, dat, dat Concrete iets meer, handvatten waar ze ja, iets mee echt, kunnen. Ja, van die handvatten waar ze echt iets mee kunnen. En, um, en toen op een gegeven moment begon het bij mij te kriebelen. Dacht ik van: hey, Ik vind dit leuk, man. Ik vind het leuk om iets terug te doen. Dat geeft, dat geeft net iets meer voldoening dan acteren. is mm -hmm. dus net zoals theater: daar heb je direct contact. Dus, dus ik zag op een gegeven moment een klaslokaal, soort podium. Oh. En toen dacht ik: hier kan ik ook gewoon mijn artistieke kwaliteiten in kwijt. Ik ga gewoon voor mezelf iets ontwikkelen. En toen uh, in 2005 had ik. Zonder het eigenlijk uit te spreken en hardop te zeggen, heb ik eigenlijk besloten om een soort carrière switch te maken. En toen ben ik een, een bedrijf gestart, heet Project Paspoort. Toen niet tijd, was er heel veel commotie over dubbele nationaliteit. Dus toen dacht ik, ik, ga, ik noem het gewoon mooi, Paspoort. Mooi inhaken. Ja, ja, ja. omdat uh, toen met, uh, met Verdonk, weet je, Rita Verdonk, ja. die had het altijd over, ja, je moet kiezen. en uh, Ben je nou Nederlander of Marokkaan en je kan niet twee paspoorten hebben. Ja. En ik heb ze wel, ik heb nog steeds twee. En... Um, en toen dacht ik, ik noem het gewoon project paspoort. Maar ik zag een paspoort als een deel. Het is een soort metafoor. Je bent, het is je identiteit. Maar het is ook een reisdocument. Het ja. um, is wel leuk om met die kinderen daarmee in gesprek te gaan. Nou, Zodoende is, het, is dat project uh, geboren. Project paspoort. En dat is een uh, schoolprogramma. Ik heb een heel leerlijn ontwikkeld. Uh, dat, dat heel erg gaat over... Eigenlijk op heel veel scholen gaat het altijd om wat je niet kan is ook heel erg cognitief. Het gaat om taal, rekenen. Ja. En ik draaide het om, bij mij ging het juist om wat, wat je wel kan. Dus eigenlijk mijn hele levensles, hoe ik mezelf heb ontpopt tot een, een acteur, die met heel veel toffe uh, collega's toffe dingen mocht doen. Um, dacht ik van, nee, ik moet deze kinderen leren. Dat je, dat je ook eigenschappen hebt, dat je daar ook iets mee kan doen. Uh, wat, wat zijn de dingen die jij doet elke dag na schooltijd? de een is dat dansen, de een is dat voetballen, de een vindt het leuk om te koken, de ander vindt het leuk om te vloggen, de ander vindt het leuk om te knutselen. Um, en toen dacht ik van, oh ja, dit, dit, dit zijn de dingen waar kinderen wel antwoord op hebben op vrij jonge leeftijd. Nou, dat heb ik gewoon doorontwikkeld. Nu heb ik een heel mooi programma. En we kwamen op bijna alle scholen van Amsterdam. We deden ook uh, scholen in Den Haag, in, 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 in Utrecht, in wow. Venendaal, uh, en, en waar mijn vrouw vandaan kwam. Mm -hmm. dus, dus overal waar ik kwam. Uh, was het een groot succes, dat project. En toen dacht ik, nou, ik ga me hier helemaal op oprichten. Dit vind ik zo tof om te doen. Ik kan hier alles in kwijt. Um, maar ik was niet per se een meester. Maar ik was meer een soort, van een, een soort talent, uh, inspirator. Weet je, dat heeft niet echt een naam. Uh, waarbij kinderen spelende wijs... Uh, eigenlijk vertelt dat hun, hun toekomst eigenlijk al begonnen is. En, uh, en iedereen is uniek op zijn manier... Nou, we gebruiken ook methodes van, uh, bestaande methodes van scholen, ook meewerken. Dus het is niet zo dat we een heel nieuwe methodiek hebben ontwikkeld. Alleen mm -hmm. scholen die, ja, die zijn, die zijn helaas uh, verplicht aan, 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 aan die inspectierestricties. Hè. Dus ze moeten op een gegeven ja. moment zoveel zo punten halen. Het moet, dit moet, het moet zo zijn. De CITO's zijn nog steeds heel erg belangrijk. Tot de dag van vandaag hè, mm -hmm. gaat het mm -hmm. nog steeds om de CITO's. Dus ze hebben heel weinig tijd. Het gaat minder om talent, maar meer om landelijke richtlijnen en blauwwerken waar Precies. iedereen zich aan moet houden. Precies, en wat ik dan deed, en, en dat is misschien ook de reden waarom scholen mij dan gingen inhuren: van oké, okay, als jij het dan wel weet, kom dan met een iets leuks. Ja. Nou, dat, dat bleek dus een groot succes. En in uh, 2010 uh, ook een prijs ontvangen van uh, uh, Wim Kok, voormalig minister-president. Ja. Um, dat was ook een hele mooie wedstrijd waar ik aan had uh, meegedaan. En dat was voor mij wel even een, moment, een heel spannend moment, want die wilde ik heel graag winnen. Dus uh, toen werd ik ook uh, bekroond tot uh, beste ondernemer van uh, Amsterdam, nu wow. West, in 2010. Mooi. Uh, en, 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 uh, ja, dat, en dat heeft mij wel, zeg maar, uh, vastgehouden aan wat ik nu aan het doen ben. Ik dacht, van, ja, ik ben, het ik ben, is een soort erkenning. Ik ben lekker bezig. Tot een paar jaar terug, dat ik dacht, van ja, het begint toch wel te kriebelen hoor, om weer iets te gaan maken. Ja. Maar in, op, op filmgebied. En toen kwam ik met uh, SCO toe. Ja, twee weken geleden uitgekomen twee weken geleden uitgekomen. En, um... Ik heb mezelf gezien. Fantastische film. Op een gegeven moment begon het te kriebelen bij jou. En je had zoiets van, ja... Misschien wordt het tijd om zelf iets te gaan doen. En toen dacht ik... Ja, het is niet zozeer een comeback of zo. Maar ik dacht, ik wil gewoon... Ik, ik, wil, ik wil niet weer, weet je Zo'n klein rolletje, weet je wel. En, en dan... Um, en dat was het. Weet je, ik wilde gewoon echt zelf iets maken. Mm -hmm. en, um, en, en, en hierin kreeg ik de kans om... En te schrijven, en te regisseren. en te produceren, en de hoofdrol in te vertolken. Nou, dat, is, dat is een kans, die, maar het is once a lifetime momentje. Ja. Dus, dus ja, die heb ik gewoon gegrepen. En we hebben het net eerder gehad in het gesprek over timing, over gunning. Ja. En dat zijn wel de, de dingen die, die ik ook de jongeren meegeef. Uh, ik zeg, wat zijn de drie sleutels tot succes? Het is willen, kunnen, gunnen. Je moet een doel hebben, je moet het kunnen, dus je moet wel iets te, te bieden hebben. En het moet je gegund worden. Dus wie kan dat doen? En dat kan iedereen zijn. Nou, en bij mij was dat in het geval... Uh, uh, nou ja, uh, de maker van de Tatas, Jamal Atash. Mm -hmm. die, uh, die is ook producent van uh, Skoto, En die heeft gezegd, Mo, ik, ik geef je de kans om uh, hier iets moois mee te doen. En die heb ik uh, gegrepen. Dus we hebben heel veel... Uh, heel veel van onszelf erin kunnen, kunnen, kunnen gooien. En dat is, dat, is, uh, dat is vet. Ja, dat is anders. Want op het moment dat je zelf de regie in handen hebt... je kan zelf het podium creëren. Dan, ja, zo'n zo film wordt ook heel anders... dan op het moment dat er iemand anders zeg maar, de regie neemt. En dat zie je ook bij KOTO. Grote shout-out ook naar Sinan, die ook een wereldrol ja, uh, speelt. Zeker. Uh, dus het is heel goed te zien dat je zeg maar, zelf dat podium creëert... waardoor je zelf ook op maximaal niveau kan laten zien... En inmiddels is de film ook uh, goud gegaan, toch? Dus ja. Dat, dat is, uh... ja, voor de filmwereld, als je op een gegeven moment goud haalt, dat betekent dus dat er, uh, dat er meer dan 100.000 bioscoopbezoekers zijn geweest ja. binnen 10 dagen. Vet. Ja, dat is, uh, dit is het geval. Dus ja, voor mij is dit ook wel even een, een, ook een, een kroontje. Een stukje bevestiging. Ja, bevestiging dat we goed bezig zijn. Dus, ja. uh, en, en dit is ook wel een beetje een mooie tijd waarin we nu leven, als we het hebben over, als we terugblikken naar 20 jaar geleden. Weet je, dit is zo'n film die eigenlijk veel eerder al had moeten zijn. Laten we eerlijk zijn. Dat is een film wat veel eerder al had moeten, moeten komen. Alleen, weet je, alles dingen lopen tijd, zoals ze lopen. Ja, ze lopen. Ja, en Altijd. uiteindelijk moeten we ook niet alleen maar blijven klagen. dat was ook voor mij ook um, de reden waarom ik zo van ik ga niet blijven klagen van oh, er wordt niks gemaakt. Ik ga het gewoon zelf doen. Ja, tuurlijk. En uh, wat je heel vaak hoort, uh, weet je wel, oh, je kan wel blijven kloppen aan die deur en als die niet open gaat, fuck it, dan ga ik gewoon mijn eigen deur creëren. Beeld het door. Ja. Build your own door. Dat is wat ik heb gedaan. En, ja. en, um, uh, en, ik, en ik hoop dat dat ook. Weet je, Scoto, er zit, er, er zit ook een boodschap achter. Hè? Want je, je ziet nu een, 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 een Marokkaanse en een Turkse regisseur op de cover. En niet zomaar. Het zijn de twee beste regisseurs van je, het korps van, van Amsterdam. Alles weet je, dus, ja. dus Hey, dat is, dat is nogal wat? Hè? We staan gewoon op de cover. Dat is ja. nog nooit voorgekomen in de Nederlandse filmgeschiedenis. Ja. Vaak gaat het altijd over. Uh, de andere dat, kant het, helaas. De andere kant helaas. Dat we meestal uh, niet voorin zitten, maar achterin. Ja. En, en, en ik hoop dat we na deze film... Dat andere producenten ook wakker worden. En denken, hé, hey, misschien moeten we iets meer gaan schrijven. Iets meer het iets meer Nederland van nu laten zien. Ja. Want hoe heb ik Scotu eigenlijk... Um, tenminste, voor mijn rol. Uh, hoe, heb ik die, hoe is die eigenlijk in het leven gekomen? Ik... ik nou, zoals je weet met het project Paspoort doe ik heel veel scholenprojecten. Ik werk ook heel veel met partners zoals Politie of Corendon of Google. Dan neem je die kinderen mee en laat je zien van hey, ja. dit is wat je later kan doen om het een beetje concreet ja, te maken. dat is een onderdeel van uh, het programma. Dan moeten gaan kinderen dan op bezoek bij een bedrijf en dan mogen ze lekker aan de slag, ja. zodat ze het ervaren, weet je wel. Dat is net zoals met Drop. Hè. Je kan wel uitleggen hoe Drop smaakt. Maar je moet je kan, het proeven. Ze moeten het proeven. Ja. En dan, dan mogen ze het zelf uitleggen uh, hoe het smaakt. En en we, we liepen daar het politiebureau uh, in Amsterdam. Um, en ik zag zo'n Marokkaanse jongen. Stoere gast, zag er goed uit. Um, gewoon in burger gekleed. En hij had die badge zo. Op zijn t-shirt. Op zijn shirtje. Ik denk, wauw. Vet, ja. Wat vet. Dat is het Nederland van nu. En, toen en niet ik... alleen bij de politie, ja, Ik zeg, Overal. ik zie dit, maar volgens mij ziet Nederland dit niet. Ja. En zo is eigenlijk een beetje de rol van Mo, zeg maar, ook geboren. Um, en toen dacht ik van ja, weet je, er, er is zoveel meer wat we nog kunnen vertellen. En ik hoop uh, oprecht dat we, dat we hiermee ook de deur hebben geopend voor, uh, voor, uh, voor, voor andere makers, weet je? Ja. Dat, dat ze ook hiermee zijn geïnspireerd geraakt van, oh, als zij het kunnen, dan moeten wij het ook kunnen. Ja, het is wat je zegt, een weerspiegeling van het Nederland van nu. Daarnaast. Is misschien ook het idee, is misschien ook het idee van ja, je hebt een paar miljoen nodig om een film te produceren. Jullie hebben voor minder dan een miljoen geproduceerd, de film. Kun je ton. daar misschien wat vijf, meer? Vijf ton. We hebben deze film voor vijf ton gemaakt. Ja. En, um, en iets van 2,5 ton uh, wordt dan gebruikt voor uh, MG of zo, heet dat geloof ik. Dus dat betekent dat een distributeur daarmee de PR gaat doen. Dat is nog steeds vrij weinig. Ja. Om je een idee te geven dat het heel weinig is. Kijk, een gemiddelde film in Nederland, laat ik zeggen, ik heb meegedaan met marokkaanse Bruiloft. Uh, een kleine rol, een paar jaar geleden. Mm -hmm. Ook een leuke film trouwens. Zeker gezien. Ja. Um, dat dat, dat tikt een beetje richting de 3 miljoen. Um, er is nu, uh, ik moet zeggen, dat verschil in kwaliteit is niet te zien als je vergelijkt met Scotel. Ja, of komt dat omdat ik er geen met, verstand van heb? Het, 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 dat kijker. wil ik niet zo zeggen, maar ik denk wel, kijk, um, we hebben deze film gemaakt in twee weken. Dat is, dat is echt heel weinig. We hebben ja, is snel? 14, 14, 15 draaidagen gehad. Dat is niks. Meestal heb je 30 draaidagen. Okay. Dus we moesten alles zoveel, zoveel sneller doen. Um, en er was bijvoorbeeld de intro had ik heel anders geschreven. Want um, de intro was eigenlijk uh, we begonnen op de Albert Kuip, weet je wel. Ik was een groenteboer en en we zien de verdachten, we rennen achter hem aan, uh, appels, uh, weet je wel. Uh, Veel actie overal. Actie, 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 hangen aan de tram, gewoon echt hangen aan de tram. Um, door het safati Park, uh, langs de Amstelbrug rennen, in zo'n zo zo toeristenbootje springen. Uh, wat we kennen eigenlijk van Amerikaanse films. Ja. Uh, eindig je, dat is ook een beetje de route richting uh, waar ik eigenlijk vandaan kom ook, uh, Wiebootstraat. Mm -hmm. En dan eindig je daar zeg maar bij uh, de metrostation ja hoe vet is dat? Dat is het uh, ideale intro, weet je wel? En dat je dan op een gegeven moment zo'n achtervolgingsscène hebt en waar kan dat uh, niet anders dan in een stad als Amsterdam, waarin zeg maar de bruggen open kunnen? De, dus stel je voor dat je achter een verdachte aanrent en dat je ineens zegt: "Hey Karim, doe de brug open, weet je wel? Het Nederland van nu, het Nederland van nu, die <laughs> Karims die werken daar ook, ja, weet zeker. je wel? En dat Tuurk. Karim gewoon op een gegeven moment uh, gewoon de brug open maakt en dan zie je op een gegeven moment ergens daarbij uh, in de buurt van Carré dat de brug open gaat. Hoe vet is dat? Dat is Amsterdam. Nou ja, en wat dacht je van zo'n vette achtervolging op het dak? Ik zag natuurlijk in de film van met Damon... Volgens mij het Born Supreme geloof ik. Ja, yeah, in Marokko in andere, was dat. In Tanja was dat. Gingen vet. ze in, al die gingen ja, rennen tussen vet. al die waslijnen. En dat zag er zo vet uit. Ik dacht, wow. Maar dat kunnen we ook in Amsterdam. Um, maar maar je dat je wel, was uh, helaas... Uh, <laughs> dat is duur, denk ik. Toch? Dat was veel te Alleen al zo'n vecht wat ik heel graag wilde, in een toilet. Ik kon al niet. Um, waarom niet? Omdat zo'n toilet moet nagebouwd worden. Ja. Dus je moet zo'n hele toilet gaan bouwen, iets van 4 bij vier, zodat iedereen erbij kan. Geluid, ja, cameraman, weet je wel. de crew ja. om zo'n scène heel vet te krijgen. Ja. En uh, dus we, we hebben echt, dat dat vind ik wel heel knap wat, uh, wat de producent heeft gedaan. We hebben echt gewoon met weinig middelen hebben we toch geprobeerd om iets meer op de comedy te zitten. En af en toe zo'n actiescène die kreeg gewoon cadeau. Ja. Zestel? Dus dat is dat is een beetje. Maar je scotter. maakt ook het verschil met de comedy. Ik heb de film gezien. Uh, het is, mij niet eens, het is maar dat je het zei in het voorgesprek, weet je wel. Dat met bepaald budget. Maar het is maar. Ik, ik stond er helemaal niet bij stil, weet je. Dat ik zoiets had van. Hé, hey, de, deze vechtscène had uitgebreider gekund of de intro. Het is voor mij gewoon. Uh, het complete verhaal klopte gewoon. Ja. Met, het, met de overheersende factor: Humor. Precies. En dat is echt een, ja. een sterke formule. Ja, zoals die hamam scène bijvoorbeeld. We hebben een hele leuke hamam scène... waarin we gaan bekibbelen over ja, is, komt hamam nou uit Turkije of Marokko? Of Marokko. Uh, Marokko uh, weet je wel? We hebben allebei gelijk namelijk. Ja. Dat je hebt een Turkse sauna, ja, een en Turkse en je hebt uh, ook een Marokkaanse hebben. Alleen je gebruikt andere producten. Dat yeah. weten weinig mensen. Ik heb het een keer gevraagd van hoe zit het nou precies? En en het hele idee was. Ik heb ooit de scène van. Ik was vroeger echt een enorme fan van de film Jean-Claude Van Damme. Ja. En die had een keer een vechtscène in echt zo'n hamam. Ja. Hoe vet zou het zijn als we daar een vechtscène hebben? Nou, dat was ook al vrij snel gesneuveld, die scène. Dus we hebben gewoon uh, gezegd: oké, okay, wat we gaan doen is gewoon. Uh, die jongens rennen gewoon weg. Ja. Uh, maar die rennen in de lift. Nou. Toen kreeg je die lift scène ja, met die vrouw. Met die vrouw en dat omaatje en het hondje. Maar ja, je moet het gezien hebben om het te begrijpen. Ja, ja. Maar dat is ook leuk geworden. Dus ja. je hoeft niet altijd uh, heel duur te denken. Het kan, het kan, op, het kan ook creatief. Het kan ook die foto uh, van dat je aan de tram hangt. Ja. Bij uh, Daphne de Dekkers, de chef. Ja. Dat, dat je in, in, op een gegeven moment die foto ziet. Dus, als jullie ja. die foto zien van wat is dit dan? Hangen aan de tram. Are you serious? Gingen ja. we echt gewoon hangen aan de tram? <laughs> dus zo hebben we het dus opgelost. Slim ja. Um, maar dat is, dat is ook een beetje die mindset. Weet ja. Je kan uh, ervoor kiezen om, om steeds te denken in het probleem, overal beer op de weg te zien, maar je kan ook andersom denken. En dat is denk gewoon ik uh, iets waar, wat, wat, wat gewoon van alle tijden is. Je moet altijd leren om, om, om te denken. Ja, tegelijkertijd, uh, ik, ik vertelde je, ik heb Scottog gezien, vond ik een prachtige film. Uh, zie ik wel een bepaalde manier van acteren, een bepaalde invloed die je wil hebben weet je bepaalde bijvoorbeeld erotische scènes, kustscènes, zag ik niet voorbijkomen. Wat ik persoonlijk heel goed vind, want je bent natuurlijk ook een rolmodel. Hoe, misschien ja, de vraag die daarbij hoort: welke, welke rol wil je, welke acteur wil je zijn, zeg maar? Welk, want je hebt, je hebt invloed op de jongeren. Um, en voor mij was dat positief. Is dat iets waar je bewust mee bezig bent? Zeker. Ik, ik heb een keer was ik uitgenodigd uh, uh, voor een filmfestival in Marokko, uh, in Nador. Ja. Uh, dat was de eerste keer. En ik ging daar voor Kiks. En um, toen kwam ik daar een andere acteur tegen. Een hele grote acteur uit Marokko. Rajid Loueli. Ja. Dat is echt uh, nou ja, een van de grootste in Marokko. Misschien wel de grootste. Uh -huh. die, die gaat ook heel lang mee daar. En ik kwam ik daar tegen. Um, uh, en... Kwam later weer tegen in het vliegtuig. Want we hadden in Nador hadden we op een gegeven moment een paar keer wat gedronken. Maar het was geen serieus gesprek. En toen, een dag later, hadden we dezelfde vlucht. We hadden een binnenlandse vlucht van Nador naar Tetuan. Naast elkaar. En, en op een gegeven moment um, liep ik samen. Hij kende mij natuurlijk van, van het filmfestival. Hij kende me niet goed, maar uh, hij kende me daar. En op een gegeven moment we liepen zo um, het vliegveld op richting het vliegtuig. En je hebt van die, van die agenten daar, toch? Van die douaniers die dan ja. uh, best wel streng uh, daar staan met snoren. Die nemen hun functie heel serieus. Heel serieus. Ja, dan kun je geen... Uh, Dat is in Marokko die altijd, Die kun je niet he? fotograferen, zeg maar. Nee, dan nee. ga je echt... Uh, die paspoortcontroleurs ik... zijn ook altijd heel serieus. Ja, heel serieus <laughs> altijd. Dan moet je gewoon uh, in je rol zitten dan. Ja. En ineens, ik zie die man rennen naar die acteur. Want ik liep naast hem. En gewoon... Hij uh, veranderde maar, die... helemaal. Hij veranderde. Hij werd ineens een klein kind. En wilde heel graag met hem op de foto... Nou, dat ging gewoon door. Kwam het vliegtuig, in, uiteraard al die mensen, de, 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 de passagiers die ook allemaal zaten. Wow, wow, dat zit, zit Rasilori. Wow, 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 vet, vet, vet. Dat op zich was het niet zo heel bijzonder of zoiets, um, totdat in één keer de piloot kwam. De piloot kwam uit zijn cockpit. Uh, we zaten een beetje helemaal achterin. Gingen helemaal naar Rasilori en die zei. Ik uh, wil je een hele fijne reis wensen. Ik vind het fantastisch dat je in mijn vlucht uh, uh, aanwezig bent. En als, uh, als je iets nodig hebt, ik ben er voor je. Zal mag ik één grote Het dat, dat gebeurt nooit. Dat gebeurt nooit. Wauw, vet is dat. Zie je dat voor je in Nederland? Dat je ergens in een vliegtuig zit, een KLM of zoiets. Dat er een piloot naar je toe komt. Dat gebeurt niet. Daar zijn daar misschien iets te nuchter voor. Ja. Ook een keer met... Uh, met, uh, met uh, met de vader van uh, uh, Ben Moussa, die, uh, die, 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 die vader speelt in Souf Souf Habibi. Ja. Mocht ik ook een keer uh, dagje met hem mee. Als collega's. Uh, iedereen op straat uh, die, die, die omarmt hem. En die, die, uh, die zien hem echt als een held. En zelfs de rit, de taxirit die we namen. Uh, Zoals een taxichauffeur die misschien helemaal niks heeft. Die wilde zijn geld niet aannemen. Hij zegt, hij zegt ik, kan jou, ik, kan, ik kan niet geld aannemen voor jou... want ik zie je als mijn vader. Hij zegt, asjoeba, dat Voorbeeldrol, kan niet. Ja. Dus, ik, dus ik zei dat ook tegen die Rajid in het vliegtuig. Ik zei, hoe komt het dat jullie zoveel aanzien hebben? Dat, dat jullie zo, zoveel respect krijgen. Van, van niet alleen van, van, van het volk, maar gewoon van iedereen, letterlijk. Van alle lagen. En toen zei hij, omdat wij... Ons bewustzijn van onze rol als acteur. Wij hebben een verantwoordelijkheid die wij dienen. En wij zorgen ervoor dat we dat alles wat we doen, dat we daar twee keer over nadenken, en dat we altijd um, in dienst zijn van. Dus, dus we zorgen ervoor dat we dat we ook het publiek ook daarin ergens uh, kunnen voeden met de films die wij maken. Dus, dus we hebben daar een soort verantwoordelijkheid. Wij zijn een soort rolmodel. Ja. Dus wij. Dus als het gaat over respect naar nou je ja, nou, toevallig had hij net een film uitgebracht, die heette Umi. Nou, Hij vond het heel belangrijk. Dat ging dan over respect, over de nieuwe generatie. Nou, dit soort films maakt hij. Hij had ook een film gemaakt over uh, uh, dementie, weet je wel, in Marokko, of over, over de suikerziektes en dat soort dingen. Um, dat ga ik trouwens toevallig nu ook doen met, uh, met uh, een van de, van de grootste makers op dit moment de uh, 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 versie? Ja. Die heeft mijn vader de expert uh, ja. uh, gemaakt. Uh, dat is de, die man die echt... Die, 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 die ligt de vinger precies op de juiste snaar. Weet je, die ja. snapt het. Top. En met hem mag ik, mag ik nu een film maken. Dat heet uh, Port Baggers. Ja, leuk. Het gaat ook over uh, uh, een vader die aan het demonteren is. En die heeft maar één wens. Is om met zijn gezin in zo'n gammelende busje. Echt zo'n zo 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 klassieke Mercedes naar Marokko te gaan. Ja. En... Uh, en, en zo, zo, zoiets had hij dus ook gedaan. Hij zegt, ja, ik vind het belangrijk dat we iets, iets vertellen. Wij zijn verhalenvertellers. Hij zegt, vergis je niet, je hebt een verantwoordelijkheid. En hij keek me zo aan als een soort grote broer. Van, je, je bent een je bent verhalenverteller. Net zoals een kok verantwoordelijkheid heeft. Weet je wel? Voor zijn gasten heb jij dat ook als acteur. Ja. Dus dat is heel belangrijk. Dat is me altijd bijgebleven. Dus ja, als je mij vraagt, hoe, hoe zie ik mezelf? Ik, ik vind het belangrijk dat ik ook, uh, ook, ook rekening hou met mijn publiek. Ja. Dat ik niet iets ga maken omdat ik het wil. Want als maker val je heel snel in dat. In dat ja, maar dat is iets hoe ik het voel, hoe ik het wil. En, 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 en fuck iedereen, weet je wel. Ik, ik wil het op mijn manier doen. Maar we moeten niet vergeten. Wij maken ook iets voor een publiek. En, en, en dat is iets wat me wel altijd is bijgebleven door, uh, door Rassi Welli. Dus dat vind ik heel tof. Uh, je ziet ook in Marokko zijn ze. Ik ben ook vaker naar filmfestivals gaan. Uh, Marrakesh filmfestival. Yes, die gasten zijn echt next level, man. Die zijn zo veel verder. Daar, hè? Zo niet normaal. Ja. Maar het publiek is gewoon. Waarom ook... dan ook? hè? Meteen. Ze, ze, ze zien, dit is echt een, echt, um, um, je bent veel meer dan een acteur daar. En, um, en dat, vind ik, dat vind ik heel mooi. En ik hoop dat we dat in Nederland ook een beetje die, die richting die kant gaan, in het nuchtere landje. Ja. Dat we straks allemaal verhalen kunnen vertellen. Uh, met zoveel mogelijk mensen die, die, die het snappen. En die heb je nu ook, hè, gelukkig. Er zijn heel veel goede, goede makers op dit moment. Uh, uh, daar mogen we echt blij mee zijn. Maar ik vind het veel te weinig. Ja. Weet je, als je kijkt naar uh, de populatie en hoeveel we hier zijn, weet je wel. Kijk, zo'n scotool, wat mij betreft, elk jaar zoiets, weet je wel. Ja. Het hoeft niet alleen van ons, van ons koker te komen, maar dat er altijd wel zo'n soort film is. Laat dit dan een goed startmoment zijn, waarbij het succes zich la, parelt. La, uh, laten we dat hopen, ja. ja. Ik ben er ook van overtuigd, van overtuigd dat er een twee, deel 2, deel 3, deel 4 allemaal moet komen, waarbij je dus niet alleen het goede voorbeeld laat zien, want ik vond dat je dat heel mooi deed. Um, als, als in de zin van de rol die je speelt, maar ook dat stukje het Nederland van nu. Dat je dat inderdaad niet alleen de andere kant laat zien, bij andere bekende producenten, maar dat je ook laat zien van oké, okay, weet je wel, we kunnen ook een vet regisseur zijn, of een goede rechter, of een goede ondernemer. Het, 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 en het is ook een blauwdruk wat we ja, daar hebben achtergelaten. Ja. Kijk, Um, Denzel Washington heeft het een keer treffend gezegd, en die zei uh, Martin Scorsese uh, zou Schinders List de film ook kunnen regisseren. En Steven Spielberg zou Goodfellas ook uh, kunnen regisseren. Dus vanuit professie gezien, zeg maar, zouden ze het goed kunnen doen. Nou. Alleen Steven Spielberg begrijpt het iets beter. Om op zijn eigen manier die zindeslist te maken. Ja. En Scorsese kan het op zijn manier en een stukje cultuur, die gaat het beter begrijpen hoe dat daaraan toe gaat ja. in, die, in die Italiaanse sfeer. En dat is met Scoto ook. We hebben daar allemaal elementen in verwerkt. Een heel simpel bijvoorbeeld, we zijn er een beetje mee geëindigd ook in, in het verhaal, dat Daphne Dekkers al aan het einde, op een gegeven moment ook zegt: Inshallah. Ja. Nou, inshallah, dat zal voor een gemiddelde Nederlander niks zeggen, maar voor ons heeft dat twee betekenissen. Inshallah. Met God's, God's wil. wil. Ja. God's wil. Dat zeggen we heel vaak. Hè. Schepper van alles. En je, maar het heeft ook een andere betekenis, waarin we ook een beetje daarin mee zijn opgegroeid. Uh, vroeger uh, zag ik altijd van die mooie commercials. Weet je, steekwoordachtig. Weet je, dan zag ik een mooie bal en zei papa, dit wil ik ook. Ik wil die, weet je wel. En dan zei mijn vader, inshallah, inshallah. En dan dacht ik, mmm, dat gaat hem niet worden. Ja, ja. Uh, en dat hebben we ook verwerkt in, in, in ons verhaal met ook met Daphne Dekkers, die uh, onze commissaris speelt. Op een gegeven moment helemaal aan het einde zei ik te gaan van. Maar onze badge en onze pistolen, krijgen we die terug? Want we mochten weer. Uh, want we waren eventjes. Uh, jullie hadden een mooie zaak opgelost, hè? Ja, we hadden een zaak opgelost. Terwijl jullie op we waren non actief waren eerst gesteld. Non -actief ja. gesteld en, en, en nu mochten we weer. De, de maandag mochten we weer uh, verschijnen. Maar de vraag was: krijgen we dan onze badge terug en onze ja. pistolen? Toen draaiden ze om, toen zijn ze. Inshallah. Inshallah, ja. nou, ik vind het zo vet. Ja, ja, ja. Dus van de, ja, ik, ik, ik kijk daar heel anders naar. Ja, dit soort dingen zie je niet in Nederlandse films. Nou, nee, dat, 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 dat moet haast uit een maar andere Maar Dat is wat ik bedoel met cultuur, zeg ja, maar. Dus ja, dat ja. is iets wat, wat alleen vanuit onze koker kan komen. Ja. Um, en daarmee. En ik denk dat dat, dat, dat voor jou ook um, de reden is dat je dit misschien heel tof vindt, deze ja, film. Absoluut. Maar ook bijvoorbeeld, uh, ik ben nu ook vader van drie kinderen. En we zijn ook op twee manieren hebben we hebben onze kinderen opgevoed op zijn Marokkaans, maar ook op zijn Nederlands. Weet je wel, dat, ook dat pedagogische. En, en iedereen heeft wel een keer mee te maken gehad... die druk van... Uh, papa, uh, die, 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 die slaat me altijd. Wat moet ik doen? Nou, op school leer je, hè? dan moet je zeggen stop, hou op. Niet doen. Je Niet ja, doen. Ja. En dan, uh, of je loopt naar de juffrouw. Maar wat nou als dat er twee keer gebeurt... en de juffrouw doet er niks mee... Je moet je een alternatief hebben? Dan moet je een alternatief <laughs> hebben waarvan je zeker weet, dit gaat werken. Ja. Uh, en, en, Ouderwetse manier. En, en dat weet je die, die, die str dat, dat struggelen, dat zie je ook in die film. Ja, 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 de een zegt ja. Van, ja, weet je, we moeten rustig blijven, want we vallen al op. En de andere zegt: nee vriend, gewoon keihard hard terugslaan. Weet je waarom? <laughs> ze heeft de halve wereld. Dat is wel straat. Weet ja. je wel? En dat. Um, en dat zit er ook allemaal de invulling. Ja, fantastische combinatie, echt top. Ook, ook voor de uh, mensen die nu kijken en luisteren, allemaal die film checken, want het is echt ja. dubbel en dwars je geld waard. Je gaat gewoon, je ligt gewoon onder die tafel of onder die stoel van die ja. bioscoop. Het Is Echt, lommeberg, echt 85 top. 85 minuten lang, dus uh, ja, ja, van begin tot eind. Echt, en ook de, de selectie van, ik zei het laatst ook tegen je van de personages, weet je wel? Iedereen heeft een perfecte invulling voor de rollen. Uh, ja, de setting, de, de, de manier van uh, regisseren is gewoon echt top. Ja. Dus dat beveel ik zeker iedereen aan. Uh, ook een beetje om naar het einde van deze podcast toe te werken. Een soort ook van, uh, ja, het, niet, niet zozeer een comeback, maar ik denk ook weer een nieuw begin om weer door te pakken. Ja, niet alleen voor jou, maar zoals je zegt ook voor andere producenten om dat meer te belichten. Uh, soort echt eind van de podcast uh, proberen we altijd in te zoomen op: oké, okay, je hebt een hoop ervaring, uh, je, je loopt een tijd mee, je hebt veel meegemaakt. Veel les geld betaald, als het ware. Wat zou je meegeven aan de jonge luisteraars, kijkers of de young professionals die misschien werken en iets anders willen? Wat zou je mee willen geven aan die mensen? Wat voor advies? Nou, het hangt ook heel erg af waar je staat in, in, uh, een beetje in het leven. Want uh, voor een twintiger is iets anders dan een dertiger. Um, en voor een veertiger is dat weer anders. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je. Um, Kijk, voor de jongeren zou ik zeggen, uh, wat ik ook de kinderen ook meegeef, is willen kunnen gunnen. Zorg ervoor dat je een doel hebt. Zorg ervoor dat je het ook kan, dus uh, werk er ook aan. Als jij zegt, ik wil acteur worden, uh, blijf jezelf ontwikkelen en uh, gunnen. Zorg ervoor dat je, maak een mindmap van wie zijn de sleutelfiguren uit mijn omgeving. En als jij iemand niet direct kent... Uh, maar jij kent vast wel iemand, en via die iemand kun je ook weer iemand anders bereiken. Ja. Dus dan is, dan is het in één keer mogelijk. Um, dus dat is wat de tip die ik kan geven aan, aan, aan de jongeren. En op een gegeven moment, als je wat ouder wordt, ga je natuurlijk tussen 20 en, en 40 keihard werken. En, en ik zeg dan ook soms: um, je hoeft je niet schuldig te voelen als je, als je op een gegeven moment een keer niet werkt. Gewoon even ontspannen. alles komt op zijn tijd uiteindelijk wel goed. Ja. Uh, maar neem ook de tijd om, om te genieten van de kleine dingen. Weet je wel, want ik neem mijn vader altijd als voorbeeld. Die, die man die verdiende, weet je wel, waren een groot gezin, negen kinderen. Uh, en ik kwam niks tekort. Ik kwam niks tekort. Ik had alles. Ik heb een van de leukste jeugd gehad, zeg maar, die ik me kan bedenken. En, uh, maar die verdiende volgens mij in de gulden tijd misschien nog niet eens 1100 euro, zeg maar, ongeveer. Ja. En, maar die, die, die was er voor iedereen. Weet je wel, die, 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 kon, uh, uh, die kon gewoon werken, die was er voor ons. En, um, um, en, en, en dus er is veel meer dan alleen maar hard werken. Dat is wat ik eigenlijk probeer uh, te zeggen. Dus, dus, dus geniet, tel je zegeningen, geniet van de kleine dingen. Um, want je bent op je best tussen die, die, die 25 en laat ik zeggen tot je 60ste. Ja. Ben je op je best. Ja. Haal er alles uit wat erin zit. Hey, je, 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 natuurlijk hard werken, slim werken, of hoe je het ook wil noemen. Maar neem ook de tijd voor de kleine dingen. Ga een keer ook gewoon met je kleine of gewoon uh, met, met, met je vrouwtje gewoon even lekker Gewoon heerlijk even zitten. Ja. Gewoon op de bank. naar nou, ergens op de, in het park. Een half uur niks tegen elkaar zeggen. Gewoon kijken. Genieten van de kleine dingen. En dan op een gegeven moment zeg je van, zullen we gaan? That's it. Ja. Fantastisch advies om mee af te sluiten. En ik denk misschien ook wel een stukje lef aan toevoegen. Heb je het, hoor ik veel terugkomen in jouw verhaal. We hebben het gisteren in het voorgesprek ook kort gehad... over hoe jij bijvoorbeeld uh, die fotograaf benaderde. Ik ben zijn naam even kwijt. Arjan Clayton was dat, ja. Shout-out ja. voor uh, toen de foto's van je... Voor je, voor je casting. En dat jullie jaren later weer. weet je wel, Dat hij nog die shout-out doet. Van let op jongens. Je moet gewoon lef hebben en dan kun je dit bereiken. Zo lekker gaan met bijvoorbeeld de film Scoto als we het hebben over het daags. Dus heb ook vooral dat lef, stukje toevoeging. En uh, ja, nogmaals, voor de mensen die kijken en luisteren, ga vooral co-to checken. En ook uh, wat kunnen de mensen jou nog meer vinden als ze meer willen weten over voor bijvoorbeeld de bedrijven of de overheden die nu meekijken en luisteren. Stel dat ze meer samen met jou willen doen. Voor wat betreft het andere mooiste waar je mee bezig bent. Ja, ik, denk dat het, uh, ik denk dat social media uh, ook daar natuurlijk ook gewoon een goede in is. Daar is het ook voor gemaakt. Mm -hmm. Ik ben eigenlijk vooral actief op mijn Instagram. Gewoon? Uh, Mo Shara? Mo Shara. Zo, zo heb ik cool. mezelf genoemd. Mo -Shara. En anders kun je altijd, als je een beetje mij googelt, vind je me echt wel. Dus okay. dat, dat, dat is. Uh... Dus voor de mensen die graag samenwerking willen opzetten. of het nou is overheid, mkb, bedrijf. Voor dat stukje waarbij je die impact op die jongeren wil hebben. dan kunnen ze jou, weten ze jou te vinden. ga vooral die films go-to checken nogmaals. Ik blijf het zeggen. Ik ben echt ja, een ja. broeder. Dus ja. uh, dat uh, het is echt, echt een topfilm. Dus ga ja. checken met z'n allen. Inshallah maken we ooit een deel 2 of een deel 3. En dan, dan zit ik gewoon weer hier. En dan hebben we het over, uh, over het succes van deel 2. Ja, inshallah. Uh, voor nu zou ik zeggen, dames en heren. Dankjewel voor het kijken en luisteren. Ga uh, Moshar ook volgen op instaan. Een uh, je een beetje bijhouden, wat hij helemaal doet. Geen vragen stellen over de eigen die eten. <laughs> Ga hem lekker volgen. Uh, check de film. Volg ons natuurlijk ook hè, op Instagram, LinkedIn, Spotify. Abonneer je op YouTube. Zodat dit soort verhalen van dit soort inspirators terechtkomen bij zoveel mogelijk jongeren. En de mensen die het nodig hebben. En uh, ja, ik zou hem graag af willen sluiten door te zeggen. Uh, Mo, dankjewel voor je tijd. Uh, dankjewel voor alles en in dit inspirerende verhaal. En ik kan met recht zeggen dat we nu weten wie de Mohammed Shara is naast het acteerwerk. En wat je allemaal hebt gedaan, wat zichtbaar is. Dat we ook weten van oké, okay, wat heb je nog meer gedaan in al die tijd. Dus ja, dankjewel daarvoor. En jij top. ook uh, bedankt, Josef, dat je mij ook uh, de kans hebt gegeven om dit te doen. Dus, uh, Graag thanks. gedaan. Jij bedankt en, voor het verhaal. Uh, en ik zeg, uh, wordt vervolgd. Wordt vervolgd. Jullie bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende keer. Hoi. Ciao.